Hallo en welkom bij Honey Handig met SketchUp. In deze tutorial ga ik je uitleggen hoe je zakelijke scènes kan maken. En daar ga ik een aantal tips voor geven en waar je op moet letten. In de vorige tutorial hebben we eigenlijk je tekening helemaal klaargemaakt, zodat je nu zakelijke scènes kan maken. En wat ik daarmee bedoel is dat jij een soort van camera standpunten gaat vastleggen, zoals ik hier ook gedaan heb, die jij vervolgens kunt exporteren als een visual om te printen. Of bijvoorbeeld kunt in een digitale presentatie kunt verwerken. Wat je dan met deze scènes ook kunt doen is, je kunt deze exporteren als een animatiefilm. En op het moment dat je dat gaat doen, dan moet je ook over een aantal dingen gaan nadenken. Op het moment dat je die scènes gaat maken. Nou, als eerste wil ik je even een aantal dingen laten zien en uitleggen waar je op moet letten op het moment dat jij scènes gaat maken. Als jij scènes gaat maken of een presentatie gaat maken, denk na over wat je wil laten zien, zodat je een logische volgorde maakt. Ga ik eerst beginnen met de zakelijke scènes en daarna met de fun scènes. Dat is allemaal prima, maar dan weet je dat in het begin, zeker met de studenten die mijn lessen volgen, dan heb je een witte achtergrond nodig. En de meeste zakelijke scènes zet je in parallelle projectie. Op het moment dat jij scènes maakt in SketchUp, dan kan je niet per scène zeggen, ik heb hier een plattegrond met maten, ik heb hier de plattegrond zonder maten, interieur met maten, interieur zonder maten. Deze scènes hebben allemaal een lengte van kijktijd als je ze afspeelt voor een animatie. En wat ik daarmee bedoel is, als ik ga naar Animation, View, Animation, Settings, dan kan je zien, en ik geloof dat die standaard hier op 1 staat en hierboven bij de scene transition staat die geloof ik op 1,5. Iets in die richting. Dat staat standaard ingesteld, maar dat kan jij aanpassen zoals jij wil. Als eerste zorg je er even voor dat de scene transition enabled is. En vervolgens zou ik zeggen, zet dit getal ongeveer op 2,5 of 3 seconden. Je kan hem langer laten duren, maar dan duren alle scènes ook. Dan duren ook alle scènes 5 seconden. Ik zet hem meestal op 3 seconden. En het is belangrijk om de scene delay op 0 te zetten. Zodat als je daarna overschakelt vanuit die zakelijke presentatie. Dus als je het in een film zet. En je wil het fun en zakelijk in één film zetten. Dat dat mooi doorloopt en dat je ook een presentatie hebt waarbij je een doorloop door een kamer hebt of rondom een object hebt zonder dat daar stopsecondes bij staan. Want als het hier 1 in staat, dan betekent dat dat hij na elke camerastandpunt wat jij gekozen hebt, dat hij een seconde stilstaat. Dat is niet wat je wil. Dus zet de scene delay sowieso op 0. Nou, als je dan die zakelijke scènes wil gaan maken. We hebben nu ingesteld dat die 3 seconden duren. Ik ga dit filmpje even nu afspelen. En ik heb hier, dat zal ik even vanaf, nee, doe ik toch gewoon even aan 4, leg ik dat even uit. Je ziet dat ik hier 1 scène heb gemaakt met de plattegrond. Hierna heb ik 2 dezelfde scènes. Plattegrond plus maten, plattegrond plus maten. Waarom heb ik dat gedaan? Nou, deze zonder maten, die is vrij makkelijk te zien. Dat is 3 seconden, is meer dan genoeg tijd om die plattegrond te bekijken. Maar zet ik er nu maten bij en wil ik dat een klant een beetje snapt van, hey, oh, dat raam is 80, 3,90, 4,40, dan heeft zo'n persoon kijktijd nodig. En dus maak ik dubbele scènes aan. Ik heb er nu 2 aangemaakt. Dat betekent dat je nu 6 seconden hiernaar kunt kijken. Zeg je nou van ja, mijn 6 seconden is niet genoeg. Ik maak er nog 1 bij. Dat is prima. Komen er gewoon nog een keer 3 seconden bij. Op die manier kan je een pauze inlassen. En daarmee kan jij een mooie opbouw maken. Denk na over de opbouw van je scènes. Zodat je een logische overgang hebt in jouw presentatie. Nou, om jou nou het verschil te laten zien, ga ik jullie deze 6 scènes laten zien. Dit is het achteraanzicht met 2 scènes waarbij je tijd genoeg hebt om naar de maten te kijken. En daarna 2 perspectieven waar geen dubbele scènes zitten. Dus dat gaat een stuk sneller.
Ik heb rechts geklikt op de tab en dan play animation en dan gaat hij spelen. Je ziet dat hij hier nu van deze naar daar 6 seconden en dan gaat hij naar die perspectief. Dat is 3 seconden en nog een keer 3 seconden. Nou, dit was veel te kort om naar die kamer te kijken. Op het moment dat ik denk, hey, wat zag ik daar? Hup, is hij alweer weg. Dus dat is de reden. Ik zal hem even nog vanaf hier, links bijvoorbeeld, links aanzicht, nog een keer laten spelen. Dit is één scène. Daar komen de maten bij. Er verandert niet zoveel aan het beeld, alleen maar die maten. En die duren 2 keer 3 seconden. Dus heb je kijktijd om ernaar te kijken. Dan ga ik naar het achteraanzicht. Dat duurt ook 3 seconden voordat hij daar naartoe schakelt. En heb je ook 6 seconden om naar die maten te kijken. Vervolgens gaat hij naar dat perspectief. Dat is 1 keer 3. En dit is ook 1 keer 3. En ik kan me voorstellen dat dat te kort is. Dus hier wil ik ook een pauze inlassen. Dat doe je als volgt. Als je scène gemaakt hebt, klik je erop die scène. Dan kan je zeggen rechtsklikken. Add. Of op het plusje in je scene menu. En dat doe je hier ook. Rechtsklikken. En add. En dan heb ik dubbele scènes gemaakt. Dan heb je dus dubbel de tijd om daarna te kijken. Nou, dat is sowieso iets waar je rekening mee moet houden. Dus denk na over wat je wil laten zien. Als je, op het moment dat je de scènes gaat maken. En maak daar een goede opbouw. Nu ga ik je een aantal tips geven over het maken van de scènes. En daarbij een zo rustig mogelijke presentatie laten zien. Ga ik toch nog even terug naar die vorige tekening. Ik weet dat het veel uitleg is. Maar het is wel belangrijk. Je ziet hier dat als ik tussen al deze scènes klik, dat die plattegrond op één plek blijft. Het is niet zo dat in één scène de plattegrond hier staat, op deze plek. En dat als ik de maten erbij doe, dat de camera dat die dit gaat doen. Of dit gaat doen. Dat is namelijk onrustig. Op het moment dat je dan een presentatiefilm afspeelt. Voor de visuals is het niet zo'n ramp. Alhoewel het ook mooier is als het allemaal op één plek staat. Zodat je het over elkaar heen kunt leggen op het moment dat je gaat printen. Zeker in een animatiefilm is dit niet prettig als dit gebeurt. Dus denk na voordat jij een presentatie gaat maken. Als jij bijvoorbeeld van een plat 2D interieur wil schieten. Dat het net lijkt alsof je naar een 3D interieur gaat. Dan als je zeg maar van hier naar daar wil gaan. En ik zal eens kijken, hier zit het interieur bij in. Stel dat ik vanaf hier naar daar wil schieten. Zie je dat de camera eigenlijk niet verspringt. Maar dat dit is de plattegrond. Het is gewoon 2D. Kijk maar. Dus als ik hierop klik. Dan verspringt de camera niet. Alleen ga ik van een parallele projectie naar een perspectief. En doordat ik goed nadenk over hoe ik de scènes maak en daar rekening mee hou, hoef ik met mijn camera niet te schuiven. En wat ik daarmee bedoel is, op het moment dat je weet dat je zoiets gaat doen, zorg ervoor, we gaan samen een paar scènes maken, dat je, dan kun je de volgende stappen even volgen. Als eerste heb jij je scene menu nodig. Van Windows gebruikers vind je dat in Windows Default Tray. En dan zet je hem aan. Of hij zit hier ergens in je Default Tray. Voor Mac gebruikers zit hij gewoon onder Windows. Nou, pak je scene menu erbij. Ik zet hem even zo neer. Dat ik er makkelijk bij kan. Zorg ook dat je je lage menu goed, je tag menu goed kan zien. Zodat je makkelijk tags aan en uit kunt zetten. Dan ga ik hem eerst eventjes in camera standard view top zetten. En ik zeg, zorg dat al mijn tags aanstaan. Zie dat? Ik heb de maten. Ik zal het plafond even uitzetten, zodat je iets beter ziet waar ik sta. Ik heb alles aanstaan. Maten op de grond. De 3D-tekening. Want dan zie je, oké, zo groot is eigenlijk de hele tekening. En op het moment dat ik dat heb, dan kan ik ook zeggen, nu ga ik me op de juiste plek zetten. En zoals ik, wat ik net liet zien, dat je dan van plat naar 3D verschiet. Zo kun je dat bewerkstelligen. Nou,
Ik heb hem nu zo groot mogelijk in beeld gezet. Ik heb gekeken, hieronder valt niks van mijn beeldscherm af. Hier gaat niks doorheen. Dan ga ik vervolgens alles uitzetten. Behalve datgene waar ik een scène van wil maken. En dat is namelijk de plattegrond. Ga ik ook nog even nakijken in welk camerastandpunt dat deze staat. Want ik vermoed dat hij nog in perspectief staat. En hij moet in parallele projectie staan. Zet ik hem in parallele projectie. Ik verschuif niet met de camera. Ik weet dat het beeld nu iets verspringt, maar dat is niet zo ramp. Je zet hem in parallele projectie. En nu kun je gewoon een scène maken. En dat is heel simpel. Je klikt op het plusje. En vervolgens geef je hem naam. Enter. That's it. Nu heb je je eerste scène gemaakt. Daarin zo'n scène ligt vast welke achtergrondkleur jij getekend hebt. Of welke achtergrondkleur jij wil. Het logo dat op deze plek staat. Of het watermerk wat je in de tekening hebt gezet. Je lijndiktes staan vast in de scènes. En welke tag je aan hebt. Stel nou dat ik hier nu een blok teken. Een vierkantje teken. Dan kan ik hem niet. Als ik nu een scène maak. En ik verschuif dit blokje. Hè, ik heb nu een scène gemaakt. Ik update hem even. En ik doe nu met de move tool. Verschuif ik hem die kant op. En ik maak weer een scène. Dan is het niet zo dat het blokje vanaf deze scène naar die scène verschuift. Dat doe je met tags. Je hebt, als je dat wil doen, wat we straks gaan doen met een deur dicht, deur open. Dan in de ene scène zet je de tag aan met de deur dicht. En in de andere scène zet je de tag aan met een deur open. En op die manier kun je dingen laten verspringen, verschuiven, veranderen. Oké. Nou, deze plattegrond hoef ik maar één keer te laten zien. Ik raad je aan, voordat je die dubbele scènes gaat maken, maak eerst de scènes aan die jij gewoon wil maken. En dan kun je hem afspelen en dan kan je kijken, waar wil ik de dubbele scènes hebben? Waar wil ik de pauzes in lassen? Dus ik heb nu een scène aangemaakt. Ik zet de mate van mijn plattegrond aan. Dan kun je op twee manieren een scène maken. Hier rechts op klikken en zeggen add of op het plusje klikken. En dan meteen weer een naam geven. Geef alle zakelijke scènes, zeker mijn studenten, altijd een naam. Dat is, stel nou dat jij een presentatie aan mij gaat geven of aan een klant. En die klant, je bent aan je eind van je verhaal gekomen. Je hebt alles laten zien, fun scènes, doorloopjes, maattekeningen. En ik zeg tegen jou, ik wil heel graag het bovenaanzicht nog een keer zien met maten. Kan je die erbij pakken? Dan hoef jij niet hier in je laag te gaan zitten rommelen om alles aan of uit te zetten. Je kunt meteen op de scène klikken. Want vaak bestaat een presentatie uit wel een 80 scènes, 50 scènes. En dan hoef je niet te gaan zoeken waar die is. Ik raad je aan om scènes, in ieder geval de zakelijke scènes, een naam te geven. En op het moment dat je met een fun scène gaat beginnen, met een doorloop bijvoorbeeld, dat je dan zegt, hey, ik zet start fun. En dan kun je vanaf daar verder. Eigenlijk kun je op deze manier al je scènes maken. Zeker als jouw view in parallele projectie staat, dan blijven in het voor- en het zij-aanzicht dingen op dezelfde plek staan. Dus stel dat je dat gaat doen. Stel dat ik heb nu mijn plattegrond heb ik heb mijn interieur laat ik zien. Dan maak ik ook een scène van. Ik geef nu even geen naam, zodat ik snel even de scènes kan maken. Dit is een goeie. Maat plattegrond zie ik. Daar heb ik nog geen maten in gezet. Moet ik nog doen. Ik kan hem wel vast aanzetten. En een scène maken. Als ik dan later de maten aanmaak en ik zet hem in die tag, dan gaat hij in deze scène gewoon aan. Oké. Stel nou, ik heb nu al mijn tags zo gemaakt. Of mijn scènes zo gemaakt. En ik wil nu naar een bovenaanzicht, dat 3D beeld wat je net zag gaan. Het enige wat je dan hoeft te doen is te zeggen, ik zet uit wat uit moet. Ik zet aan wat ik aan wil hebben. Kastdeur dicht, interieur, deur dicht. Nou, nu heb ik hem aan.
Die kan nog even een extra scène maken. Zodat je zegt, ik ga van plat 2D ongekleurd naar plat 3D ongekleurd. En dan naar 3D. Ga ik nu niet doen. Ik ga hem gewoon naar perspectief zetten. En dat is altijd wel een nare. Het enige wat je dan hoeft te doen is met je muis inscrollen. En zeggen, add scene. En dan ga je eigenlijk, hij verschuift nu toch. Dat is wat vervelend. Als je ziet dat hij nu toch verschuift met de camera, dan kun je deze altijd nog even bijstellen. En dan ging iets naar boven. Door te zeggen, ik ga met mijn beeld iets naar boven. En ik update mijn scène. Maar zo kun je het in ieder geval op deze manier kunnen programmeren. Ik moet even nadenken nu. Ik denk nog een keer bij moet stellen. Op het moment dat jij zijaanzichten gaat doen, pak dan weer je parallele projectie. Ga naar Standard Views Front. Zet je kamer zo groot mogelijk in beeld. Ook weer met maten erbij. Zodat jij weet, op deze manier. Dus dan telt als wat we net met de plattegrond hebben gedaan. Doen we ook even voor de aanzichten. Ik zet alles van de aanzichten aan. Inclusief maten. Dan zet ik de kamer zo groot mogelijk in beeld. Dan zet ik aan en uit wat ik aan en uit wil hebben. En ik wil eigenlijk niet naar de buitenkant van de kamer kijken. Maar ik wil in de kamer kijken. Dus ik wil wel mijn maten vooraanzicht, maten linkerzijaanzicht, maten achteraanzicht kan uit. En dan moet ik even kijken welke wand. Dat is A. En de deur. Die doe ik ook uit. En nu kan ik een scène maken. Als ik nu een scène heb aangemaakt. Doordat je hem op die parallele projectie hebt staan. Op het moment dat je nu naar view gaat. Camera standard view left gaat bijvoorbeeld. Blijft die kamer mooi op één plek staan. Gaat dus niet verhogen of verlagen. Hij blijft mooi op één plek staan. Kan ik hiervoor kiezen welke wand ik hier uitzet. En ik heb er ook voor gekozen om mijn televisie en mijn gordijn, zie je dat, nog even apart in een tag te zetten. Zodat ik deze ook uit kan zetten. Dan heb ik de maten nodig van het linkerzijaanzicht. En dan kan ik zeggen, nog een scène. Stel nou dat je al die scènes gemaakt hebt. Dan speel hem dan een keer af. Dat doe je als volgt. Je klikt op de eerste scène. Je kijkt nog even bij View Animation Settings. Hoe heb ik hem hier ingesteld? Nou, dit is een nieuwe tekening. Wat ik al zei, deze staat standaard op 1. Deze staat dus blijkbaar standaard op 2. Ik wil hem op 3 hebben. En ik wil hem op 0 hebben. Dan kan ik vervolgens rechtsklikken op zo'n scène tapje en zeggen play animation. En dan gaat hij hem afspelen. Ik heb nu geen dubbele scènes gemaakt. en dan zie je dat het best snel gaat, zeker als je zo'n tekening voor het eerst ziet, om die maten te bekijken. Vandaar dat je op het moment dat je hem afspeelt, schrijf dan voor jezelf even op. Deze scène die moet ik dubbel maken en deze scène moet ik ook dubbel maken. En op die manier kun je een mooie, evenwichtige, zakelijke presentatie maken. Tot zover deze tutorial. In het volgende tutorial ga ik je uitleggen hoe je fun scènes kunt maken. En een aantal tips daarvoor benoemen.